Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Paviljoen Malieveld, All Medical Total Service, Jaipur of India, Varenheidstraat en ZH Media. Y'all ready for this? Den Haag Sport TV komt vandaag vanaf de tatami. Want Den Haag, daar bulkt het van talent als het gaat om vecht- en verdedigingssporten. Neem nou Simeon Caterina. Hij veroverde onlangs in Italië de gouden medaille. In de gewichtscategorie tot 90 kilogram. Het was de Europa Cup. En Simeon, zeg eens eerlijk, het was toch eigenlijk een makkie? Nee, furieus mee eigenlijk, ja. Ik heb me laten vertellen dat je bijna alles hebt gewonnen op de Ippon, klopt dat? Alles, ja, de finale ook. Alleen mijn tweede partij heb ik met de Yuka gewonnen. Alleen die wedstrijd. En je verdiende beloning, was een medaille. Vind je hem mooi? Dit is de belangrijkste eerste plek die ik heb. Dus ik ben wel tevreden mee, ja. Nou, we praten straks verder met je. Wij gaan eerst naar het Malieveld, want daar vond afgelopen zondag de CPC-loop plaats. Zelf noemen ze dat een belevenement. Het was in ieder geval een fantastische middag en wij maakten de volgende reportage. And the bass keeps running, running, and 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 running, running. Het is een prachtige zondag hier op het Malieveld. De CPC-loop is voor iedereen, voor alle Haagenezen en voor mensen uit de wijde omgeving. Wij richten ons vandaag op één bijzondere groep, de allerkleinste. En zij worden vandaag aan de hand genomen door Ernst en Bobby. Hoe heet jij? Pippa. En hoe heet jij? Tess. En wat gaan jullie doen zometeen? Rennen. Ga je winnen? Ja. Hoe heet jij? Schweder. En volgens mij sta jij hier om te winnen. Ja. Kan jij heel goed hardlopen? Ja hoor. Hoe lang sta je hier al te wachten? Half uur. En allemaal om maar vooraan te staan bij de start. Ja. Vind je Ernst en Bobby leuk? Niet echt. Oh, ik ben nu al een stuk ouder, maar ik vind ze wel leuk hoor, al die liedjes. Ken jij de liedjes niet? Nee. Jij ja, gaat hier echt winnen, hè? Ja. Succes. Laat je horen, 1, 2, 3. Hugo, dit was de tweede keer dat je meedeed. Ging het goed? Ja. Maar je weet niet hoe hard je hebt gelopen, hè? Nee. Maar dat hoeft ook niet, want het is mooi weer en je moeder is heel trots op jou. Ja. Volgend jaar weer? Ja. Moeder, wie heeft er vandaag gewonnen? Zoon of moeder? Ja, de zoon. Keihard gerend. Heel goed gedaan. Absoluut. En heeft u zelf ook meegelopen? Ja. We hebben met z'n tweeën gerend. Ja. Het was de tweede keer, dus hartstikke leuk met dit weer. Wil het wel, toch? Een betere tijd dan vorig jaar? Ik weet het niet. Ja, vast. Ja. Denk het. Ja. Vindt u Ernst en Bobby ook nog steeds leuk? Ja, heel leuk. Ernst, wat deed Bobby fout met het startschot? Nou, ik geloof dat niet Bobby deze keer iets fout deed, maar dat ik wat fout heb met het startschot. Ik heb Bobby neergeschoten. En ik dacht dat zo'n alarmpistool dat het wel meeviel, maar dat valt helemaal niet mee. Zijn hele mouw is... We moeten even naar zijn arm dadelijk laten kijken. Hoe was het? Leuk. En hoe vond jij het? Leuk. En jij bent heel snel, hè? Ja. Wat heb je nou om je nek hangen? Een medaille. En wat viel er nou van je neus? Een zonnebril. Dat is lachen, hè? Bij hem valt er altijd wat. Ja. En maar jullie hebben het onwijs goed gedaan. En volgens mij zijn jullie ouders heel erg trots op jullie. Ja. Mevrouw, hoeveel medailles deelt u uit? Nou, 45.000 denk ik, totaal. Er zijn, dacht ik, zoveel deelnemers. Dus ik... Het zal wel leuk zijn. En hoe leuk is het met die kinderen? Ja, dat is schattig. Ze zijn hartstikke moe, ze aankomen. Maar die glimlach als ze een medaille zien, is gewoon toppie voor ze. Echt leuk. En dit is ook heel leuk om te doen. Bobby, hoe is het met je arm? Want Ernst heeft je geraakt. Bij de... Ernst heeft het neergeschoten! Ja. Heb je het gezien? Kijk eens even. Helemaal jas kapot. Maar ja, het gaat goed hoor. Het gaat goed. Kijk eens even. Een aanslag. Zet het in de krant. En hoe heet jij? Gabriela. Gabriela, wat heb jij om je nek hangen? Een medaille. Zou je die eens willen laten zien aan ons? Laat maar aan de cameraman zien. Oh, die is echt heel erg mooi. Ben je trots? Ja. Je bent helemaal niet moe. Hoe kan dat? Omdat ik hard heb gerend. Volgens mij ben jij een groot talent. Ga jij later op hard lopen? Ja.
Dan zien we jou terug op de Olympische Spelen. Is dat beloofd? Ja. Welkom terug hier bij Lu Jiayan. De training gaat zo meteen beginnen. Naast mij staat Vincent Krijgsman. Vincent, de trainer van Simeon. Wat voor een jongen is hij? Simeon is op 4-jarige leeftijd bij Lu Jiayan begonnen. Als een vrij druk mannetje binnengekomen. En nu is hij 17 en is het eigenlijk een hele grote rustige beer geworden. Ons grote teddybeer hier bij Lu Jiayan. En hoe ver denk je dat hij kan komen? Simeon kan heel ver komen. Ik denk echt dat het een van de talenten is binnen Den Haag die uiteindelijk misschien de Olympische Spelen zou kunnen halen. Alleen hij is pas 17 en hij moet het toch de komende jaren gaan laten zien. En die drive die hij nu heeft, moet hij gaan behouden. Nou prima, we gaan zo meteen naar de training kijken. Hartstikke leuk. Wij gaan nu terug naar het Malieveld. Daar hadden wij een interview met Bert Korteling. Bert is de manager van Beach Team Nederland. En zoals we allemaal weten, vindt komende zomer het WK Beachvolleybal plaats. Heel Nederland hoopt op gouden medailles. En wij gaan aan Bert vragen of die kans reëel is en hoe we ervoor staan. Ja, Robert Meeuwse en Alexander Brouwer zijn in 2013 wereldkampioen geworden in Polen. Dat was een geweldige prestatie. Dat heeft het beachvolleybal zeker een boost gegeven. Sport die opkomend is. Je ziet dat de laatste 10 jaar echt ongelooflijk veel clubs en mensen zijn gaan beachvolleyballen. Ook in Den Haag. Waar we natuurlijk steeds meer willen dat de mensen de beachvolleybalvelden beter te vinden. Hè, dat ze mee gaan doen. Dat heeft zeker geholpen. De hardhitters Brouwer en Meeuwse gelden natuurlijk als favoriet voor het WK in Den Haag. Kunnen zij met die favorietrol omgaan nu het hele land naar ze kijkt? Nou, ze hebben daar eigenlijk alle afgelopen jaar natuurlijk al mee te maken gehad. In 2014 waren ze natuurlijk het team waarvan iedereen wist in het internationale circuit. Deze gasten zijn wereldkampioen. Ze worden ook bij elke gelegenheid, ook bij alle evenementen, worden ze aangekondigd als de wereldkampioenen. En dat geeft een flinke druk, maar die hebben ze afgelopen jaar gehad. En ik denk dat ze absoluut daar op dit moment mee om weten te gaan. Maar nu horen ze er gewoon bij. Ze horen erbij vanaf 2013. Dat weten die mannen. De beelden van de finale op de Hofvijver gaan straks de hele wereld over. Wat is de impact van een evenement als dit? Ja, ik denk heel groot. Kijk, wat Den Haag ongelooflijk goed heeft gedaan, dat is dat ze gekeken hebben naar de Olympische Spelen. Daar was de accommodatie van de beachvolleybal, de Horse Cart Parade. Een prachtig stukje Londen, de achtertuin van de Prime Minister, vlak onder de rook van Buckingham Palace. Ja, en Den Haag was daar aanwezig toen al. Zijn natuurlijk al jarenlang met beachvolleybal en onder andere ook in watersport hiermee bezig in Den Haag. En die hebben samen met Tichsport als promotor en de Nederlandse Volleybalbond hebben ze daar heel goed naar gekeken en zijn tot de keuze van Hofvijver gekomen. Ja, een prachtig stukje Nederland. Ik denk als je kijkt naar de beelden die dat ook gaat opleveren, dan is dat heel bijzonder. En dat gaat echt de hele wereld over. Ook bij de vrouwen heeft Nederland kans op eremetaal. Het duo Madeleine Meppelink en Marleen van Iersel is regerend Europees kampioen. Ze hebben veel ervaring en ze blaken van het zelfvertrouwen. Wie gaat ze stoppen? Nou, er zijn zeker teams die hun kunnen stoppen. Dat moet je gewoon in alle eerlijkheid zeggen. Er zijn een aantal Braziliaanse teams, Amerikaanse teams zijn heel sterk. Maar Madeleine en Marleen zitten al jaren als individuele speelster, maar ook voor het afgelopen jaar als team in de top 10 van de wereld. Europees kampioen geworden. Europa is sterk. Dat betekent als je Europees kampioen wordt, moet je ook van meerdere top 10 teams van de wereld moet je winnen. En dat betekent dat ook met hun rekening wordt gehouden hier, absoluut. Maar nogmaals, de concurrentie is sterk. Tenminste 2-3 Braziliaanse teams en een paar Amerikaanse teams. Die zijn ook buitengewoon sterk, dus die krijgen het natuurlijk moeilijk. Maar goed, wij hopen dat ze ook een halve finale gaan halen. En dan maar eens kijken waar ze nog verder toe in staat zijn. We gaan het zien.
We zitten in Nederland, beachteam Nederland. Maar je had zojuist de Noorse zalmsalade. Heeft die gesmaakt, Bert? Deze zalmsalade van paviljoen Malieveld die was buitengewoon. Heerlijk. Ik werk en ik leef de laatste jaren heel veel in Den Haag. En als je in Den Haag zit, dan is het wel makkelijk en heel goed als je van vis houdt. Nou, daar hou ik van. En deze vis die zal toch wel, neem ik aan, door een van de visafslag van Scheveningen gehaald zijn. En was buitengewoon. Echt lekker. Ja. Goed. Het WK leeft natuurlijk enorm bij Beachteam Nederland. De sporters zijn fanatiek, het straalt er vanaf. Iedereen is er enorm mee bezig. Er wordt natuurlijk straks een wereldkampioenschap behaald. Dat kan haast niet anders. En wat gaat er dan gebeuren? Wie gaat zich kaal scheren? Wie gaat ze? Nou, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar de naam die nu te binnen schiet, dat zou toch wel erg leuk zijn. Wat mij betreft doet Reiner Nummerdor dat. En dan natuurlijk ook zijn maat. Hè? Zijn maat, dat is toch wel leuk om te zeggen, is samen met Michiel van Dorsten de langste speler uit het circuit. De heren zijn 2 meter 12, 2 meter 13. En als die dame in de kale kop rondlopen aan het eind, dan lijkt me dat een heel mooi einde van dit WK. Simeon, je trainer noemt je net een teddybeer. Kan je je daarin vinden? Een klein beetje. Maar op de mat ben je natuurlijk een gevaar, hè? Want je won de finale van de Europacup al na 23 seconden. Is de verrassingstactiek, is dat jouw specialiteit? Dat is wel mijn specialiteit waar ik mee won. Ikzelf. Maar het was sowieso een verrassing, want ik dacht dat het een zware wedstrijd zou worden. Maar het ging heel snel en met vrede. Dus. Is winnen na 23 seconden een persoonlijk record? Dat niet. Ik heb vorig jaar het NK gewonnen binnen 15 seconden. Dus het is niet mijn snelste finale. En kun je vertellen met welke worp je de Europacup gewonnen hebt? De Urenage. De Urenage. Nou, wij gaan even kijken naar beelden die met zijn mobiele telefoon zijn geschoten. Kun jij in de tussentijd uitleggen wat voor een worp dat is? Het is een offerworp. Mijn tegenstander zet zelf een voorwaartse worp in, waardoor ik zelf... Hem zelf optil en gewoon achter me neergooi. En dat schijnt een vrij pijnlijke landing te zijn. Ja, dat is niet prettig om te vallen, nee. En is dat een handelsmerk van jou, deze worp? Dat wel, want wanneer je mijn tegenstander een voorwaartse worp inzet, kan ik het altijd die worp gebruiken. Dus dat is wel een handelsmerk. Maar, ja. Iets heel anders, Simeon. Wat heb jij het liefst op je patat? Pindasaus. Maar je bent 17 jaar, je vecht in de gewichtsklasse tot 90 kilogram. Eigenlijk mag jij dan toch helemaal geen patat? Nee, ik kan het niet onbeperkt eten, want voor mijn wedstrijden moet ik wel... Nou, niet afvallen, maar meer op mijn eten letten. Dus onbeperkt patat eten zit er niet in. Nee. En waarom zit je dan precies in die gewichtsklasse tot de 90 kilogram? Als ik een gewichtsklasse hoger ga, dan zit ik tegen jongens die misschien wel 110, 120 kilo wegen. En dat wil ik liever niet. Ik wil gewoon met gasten judo die gewoon even lang zijn, hetzelfde gewicht zijn. Het liefst min 90. Oké. Nou, is het zo dat jij heel erg leeft voor je sport? Maar jongens van 17 moeten er eigenlijk achter de meiden aan en uitgaan? Nou, misschien één keer per jaar ga ik uit. Maar het zit er niet echt in voor mij. Meer trainen dan uitgaan. Hoe vaak train jij in de week? 5 tot 6 keer. Er zit niet echt veel vrije tijd tussen. Dus. En wat is het eerstvolgende grote evenement waar je nu voor traint? Ik ga over 2-3 weken ga ik naar Bremen toe. Dat is ook een groot toernooi. Dus daar ben ik nu voor aan het trainen. Nou is judo natuurlijk een combinatie tussen techniek, kracht en uithoudingsvermogen. Welke van die drie vind jij het vervelendst? Uithoudingsvermogen. De Cooper-test is niks voor jou? Nee, helemaal niks. Nee. Dus daarom wil jij zo snel altijd je partijen winnen, dat het niet te lang duurt. Ja, daarom probeer het zo kort mogelijk te houden. Dus. En terwijl de judoka's hier door de lucht heen vliegen, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Den Haag Sport TV. Ik zou zeggen, neem zeker een keer een kijkje hier bij Lucia Ayen. Want het is een prachtige, mooie Haagse topsportvereniging waar ze een hele mooie sport bedrijven. En als je niet gaat kijken, ga dan vooral zelf naar buiten toe. Ga gezond doen, ga sporten, want het is en blijft het mooiste wat er is. En vergeet niet volgende week weer te kijken naar Den Haag Sport TV. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Paviljoen Malieveld, All Medical Total Service, Jaipur of India,
Fahrenheitstraat en ZH Media.